Na een lange periode van ontwikkeling beschikt de stichting Pieperrek nu over een computergestuurde boekkapmachine. Zo kunnen zij hun eigen draaiorgelboeken kappen. Daarmee zijn ze in staat om muziek die niet elders te koop is op eigen boeken te zetten. Deze boekkapmachine is ontworpen door Hans Flutters, technicus van de UT Twente. De arrangementen worden verzorgd door Jos Pijnappel, landelijk erkend arrangeur voor tal van artiesten. De eerste boeken die in eigen beheer zijn gekapt, is typisch Oldenzaal en passen bij de komende periode. De Jeske Zoet van Geert Christenhuis en Ait Verdan van Robert van Goetem. Tevens werd op deze avond de voorzitterhamer overgedragen aan Herman Modeus en werd Henk Pijnappel erelid. Als iedereen het eens is, ja, dan klopt het wel, vind ik niet. Dus aan jullie de vraag, zijn jullie het eens dat Herman Modeus het voorzitterschap nu overneemt? Herman, dat betekent nog, wat had de positie eigenlijk? Je wordt voorzitter van een gouden club, iets waar je alleen maar heel veel plezier mee hebt. Maar los daarvan wil ik jou toch nog namens de club ook heel erg bedanken voor de faciliteiten die je verleend hebt aan ons. En dat zal in de toekomst ongetwijfeld zo blijven. We hebben natuurlijk een geweldig onderkomen, we hebben een geweldige garage, we hebben een geweldige verzorging. En zeker ook in de fase van renovatie van het alles. Het was allemaal super, een piekebellen voor elkaar. En alle dingen die voor alles moeten doen, maar niet doen. Maar ze zijn wel gekeurd. En dan heb ik nog een kleine verrassing voor jullie. Het is niet de officiële voorzittershalen, maar het is iets wat meer op orgel leent als dit, kun je niet verzinnen. Alsjeblieft. En ik wens je ongelooflijk veel succes. Dankjewel. Zo. Piep. Thank you.